een mooie hobby en dat is het circuit. Dus meestal in december, we zien de Inge Skouken maar een soort plezier. Ik denk dat er wel 3 binnen. Zo'n Skouken is al tegen, want dat is zo mooi. Ze kennen. Wat doet de wedstrijdleiding precies en hoe ziet een dag van de wedstrijdleiding eruit? Nou ja, dat begint al een dag van tevoren. Om te zien wat de wind doet, wat de voorspellingen binnen. Als dat klaar is, dan komen we hier maar eens, verzamelen we. Dan wordt de indeling bekendmaken wie wat doet. Dan zien wij even wat waarschijnlijk de welke baan dat wordt. En als het bepaald is, dan zullen we even dat de boeienrooien goed inlezen. En dan gaat het startskip eigenlijk al van de wal. Ja. En voordat je hem van wal gaat, is er dan dus een kwarte bespreking? Ja. En dan zullen we hem naar de windrichting van dat moment? Dan hebben we het er even over wie wat docht. En dan had iedereen zijn taak wit. Ja. Dan hebben we een palaver. Ja. Maakt zijn indeling. Die niet helemaal bekend is, dan gaan de meesten die het even bij de boeien heel gaan. Even zien dat de goede kruisraken erin lezen. Die goed zitten ten opzichte van de wien. Nou ja, en dan gaan we maar het startskip van de wal. En dan is het daar al je kleermaatje, de vlaggen erin. Startlijn erin, bovenboei erin. Ja, en dan is het wachtje op het voorbereiding zijn. Ja, ja. En de vlaggen, want ik heb er zelf net zoveel op verstaan van. Hoe werkt dat precies? Nou, we beginnen met de W-vlag. Die hangt hier helemaal aan de rugkant. Ja. Dat is de W van waarschuwing zijn. Ja. Die gaat bij 4 minuten zijn omheeg. Op 4 minuten gaat de P omheeg. Die hing het ernaast. Ja. We zeggen altijd dat de P van pauze. Van 3 minuten pauze. Op de laatste minuut gaat P weer naar beneden. En op het startschot dan gaat W naar beneden. En dat is tevens het startschot. Dan is het startschot van de eerste klasse, dus van de Jan in dit geval. Dat is het 5 minuten schot. Ja, dan gaat die W direct weer omheeg. Wat betekent dat direct ik weer het voorbereiding zijn is, waarschuwing zijn voor de 12e klasse. Ja. En dan gaan er 2 rubberbootjes mee. Ja. En wat is de taak daarvan precies? Ja, nou die doen de rescue, dus die houden het al je even met in de gaten. He, ja. Die leidt iemand bij de boventunnel is. Ja. Die gaan met de eerste groep. En degene die contra leidt, die tik even mij zucht op de lijn van de andere kant, bij de start. Die gaat mij met de 2e groep. Oké. Okay. Ja. En hoe houd je hem de wedstrijd in de gaten? Is dat echt een taak van de rubberboten die mij varen? Ja. Ja, er is nu de rubberboot die daar op het maar leidt. Die shirt wat er gebeurt. Ja. Die weet ik waar dat ze lezen. En ze zijn nu wat goed, dus waarom richting de finish. Ja. En je houdt hem met de portofoon, hou je hem dus voortdurend contact? Ja. Ja, we hebben voortdurend contact met de porto's. Als er iets bijzonderheden binnen, dan moet dat direct melden. Ja, ja, want stel nou dat de wind heel erg onhelpt en de... Ja, of helemaal draait, of dan kunnen we net zo heel volle meer. En dan zien wat op dat moment het beste is. Ja, ja. En als het startskip dus, als de start west heeft, dan vaart het startskip waarom naar het starteiland? Ja, de startskip gaat waarom naar het eiland. Er komt een rip van de rescue, komt weer om. Ja. Die leidt de finish erin. De meesten hier boven in de tour, die hebben ook direct de finish. Die bereiden zich voor om te finishen. Ja. Als de eerste boten eraan aankomen, die gaan van 5 naar de finish. Dan kunnen ze die in de gaten houden en die scrollen ze op voor uitslag. Oké. Okay. Ja. Ja, en als er nou 4 of 5 tegelijk over de finish komen? Ja, dan is het heel druk. Dan moet ze heel goed zijn. Ja, ja, ja. Dus, ja. Ja, nee, dat is knap. Ja. Hey, hartstikke bedankt voor het interview. Ja, graag gedaan. Super. Mooi.